Schoon drinkwater is van levensbelang, maar meer dan 1 miljard mensen heeft op dit moment geen of onvoldoende schoon water tot zijn beschikking. Dat leidt tot gezondheidsproblemen als uitdrogingen en infecties, waardoor er ieder jaar 5 miljoen mensen sterven. Inmiddels zijn er tal van projecten om mensen in ontwikkelingslanden te voorzien van drinkwater. Zoals hier bijvoorbeeld in Mozambique, waar een Nederlands waterbedrijf de mensen helpt. Op dit moment in deze wijk hebben wij 3 tappunten aangelegd. En dit is degene die het verst weg lag van het bestaande watersysteem. En je ziet hoe druk het is. Hier zijn behoorlijk wat mensen, met name vrouwen, die elke dag water komen halen. De wijk kiest zelf de plaats uit waar die moet komen. Dus dat is meestal centraal waar de meeste mensen wonen. Vervolgens wordt er iemand aangewezen die het beheer gaat doen. En die zal ook een deel van het onderhoud gaan doen, het schoonmaken met name. En een stukje geld innen. In ieder geval, de mensen betalen hier allemaal een heel klein bedrag om je dagelijks water te halen. Families betalen 4 eurocent per dag.